Oké, okay, mensen, ik ga heel eerlijk zijn. Er is geen show. Ik heb kanker, ik heb geld nodig. Waarom ik allemaal naar hier heb gebracht. Nee, serieus. Zeg, bedenk om allemaal vandaag te komen. Ik weet, het is donderdag. Ik weet dat veel van jullie hebben gewerkt vandaag om mij een dop te betalen. Ik apprecieer dat echt, maar we zitten langs de goede kant. Hè. Ik bedoel, weet dat? Het is goed gespendeerd. Ik had tijd om te schrijven en zo. En ik denk vooral de advocaten. Ik bedoel, zonder jullie stond ik hier vandaag niet en de rest van mijn familie ook niet. We zijn echt fucking goede leugenaars. En voor de mensen van het interim, waar zitten ze? Daar ergens? Ik denk, gewoon een dode job, niet goed, want anders moest de rest niet voor ons een dop werken. Maar ik ga het daar niet over hebben, niet over dit, niet over dat. Ik kon onlook op zondag laten komen, maar zondag was 11 september, juist 10 jaar geleden. En als ik hier dan sta met mijn pilotenuniform, met mijn met de terrorist wingbrauwen, zijn dat hier. De eerste volgende combi dat voor vaak komt, dat is... De combi dat voorbij komt, dat is van de... Michel, van nou is toch 11 september, joh. Ik denk dat er ineens een vlucht tegen mist. Maar ik ga niet over 11 september hebben, jongen. Weet je, fuck 11 september, ik heb er niks mee te maken. Dat is ook waar gebeurd. En wat ook waar gebeurd is, waar is die camera? Ah, hier. Ahmed, ik heb nooit geen mail gekregen, 10 jaar geleden. Ik bedoel, zie, ik wacht nog altijd. Dus, fuck. Maar ik ga het hebben over mijn eerste confrontatie met de politie in Antwerpen. Ik bedoel, god, ik denk, ja, weer aan de vreemding met de flikken. Nee, echt waar, ik was echt een braaf jongen. Ik heb tot mijn 18 jaar met nonnetjes op school gezeten. Echt waar. Zonder zwaar, als je die... echt waar, tot mijn 18 jaar met nonnetjes op school in Vlimmeren. En soms zie je die zo rijden, hè, die nonnetjes. Weet je, zo, dat zo, je ziet die zo rijden met vier in de auto en meestal de lilligste die zijn aan het draaien. En dan je denkt zo, oh, dat is toch schatgeu, niet met hun kleedjes en zo. Ik kan dat geloven, dat is een fucking kutwaven, man. Echt waar. Ik bedoel, ik heb er eens hier, ik was 11 jaar of zo, ik heb er eens tegen hier een pinguïn gezegd, hè. Die liep 90 minuten achter mijn gat. 90 minuten. Dat is mijn voetbalcarrière begonnen, zonder zwaar. En ik ben zo'n weg lopen en ik zie naar achter, hè, maar ik ken dat met dat sjaaltje en zo en dat fladdert zo. En ik zie naar achter en dat was precies Batman, maar achter me. Echt, als 11-jarige, ik kan dat garanderen, dat is niet normaal. Dus, maar voor de, ik was echt braaf, hè. Weet je, 18 jaar. Ik kende zelfs geen vloekwoorden, bedoel. En de reden waarom dat ik... Zie je, ik kwam om de 2 weken naar huis. Om de 2 weken kwam ik naar huis. Maar als ik naar huis kwam, dat was echt de moeite waard. Ik bedoel, dan werd ik een beest. Voor de rest was ik een braaf jongen. Ik bedoel, standaard deugen niet draaien. Autodiefstal, inbraak en zo. Weet je, wie heeft dat nou niet gedaan? Dus, maar... Ik word 18 jaar, ik kom naar het Zuid. En dat is ook de reden waarom ik al naar hier heb geroepen. Hè? Dat deze plan. Alles is begonnen op deze plan. Ik ben 18 jaar en ik denk 2 weken. En hier op deze plan druk aan bras met de flikken. De politie geeft mijn moeder een klits. En je weet, bij vreemdelingen, als je mijn moeder aanraakt, onze moeder, bedoel, je weet wat dat betekent voor ons, hè? Dat is onze kok en onze kaasvrouw, hè, man. Ik bedoel, als je dat zelf niet over een gast. Mijn broer, volle mak op die flikken. Ik bedoel, daar heeft geen kwartier geduurd en 6 flikken liggen daar neer op de grond. En ik bedoel, is dat maar al? Je ziet in films, je kent van duiken springen, ik bedoel, flikflak doen en dan nog langs die rand naar binnen. En die flikken liggen dan en ik zeg tegen mijn broer, ik zeg, mannen, de versterking gekomen. Ik zeg tegen mijn broer, mag dat je weg zijn? En hij zegt, maar oh nee, ik wil dat niet en dit, ik wil niet achterlaten. Ik zeg, zie, ik stuur mijn geld voor advocaat. Zakgeld en de PlayStation. Nou, echt wel, ik ben zwaar verslaafd op PlayStation. En mijn broer zegt, ja, maar nee, maar dat hier echt, ik bedoel, je kunt wel 5 jaar krijgen, hè. Ik zeg, maar mag dat niet zo, als jij geld stuurt voor mijn PlayStation, bedoel, dat kan goed zijn dat je na 5 jaar die deur open doet, ja, die lijkt dat hier, je zegt, vraag, wacht nog 2 weken, ik kon eerst een spelletje met spelen, en dan kom ik. Dus, ja, fijnies van België, mannen. Boven dan, al mijn vrienden zitten daar. Anders ben ik heel boos, hè.
taxi witte, mijn broer gelopen, ik word gearresteerd in die combi. Waar hij hier voorbij. Voor mij, hè, dat was zo witte sightseeing, bro. Ik heb altijd met nonnetjes op school gezeten, zo ronddraaien, zo vrienden zien. Ja, wij zijn samen. Het is waar naar het flikje, bro. Ik kom er binnen, ja, mijn nek, ga maar zitten. Van zitten en zegt, even vingerafdruk. Ja, 18 jaar, bro. Ik zeg, voor wij zijn nodig. Zegt hij, ja, als jij ooit dit met je vinger doet, dan weet je wie dat gaat zijn. Oh, zo. Pak dan deze vinger, die gaat het meest zien. Oh, zo. Hop. Direct dat cachot binnen, twee uur later dit. Maar we hebben een advocaat in de zaal, hè. Waar zit ze? Daar. Maar zie je, je zult dat ooit nodig hebben. Als je ooit een verklaring aflegt, als je niet binnen de 24 uur voor een onderzoek zegt, dat is een procedurefout. Ja. Ze is slim en gebruikt dat. Ik bedoel, daar hebben ze niet voor niks uitgevonden. Hè? Dus ik sta op die politiebureau. Hup, cachot binnen. Twee uur later, die komt mij terughalen. En, waar is uw compagnon? Ik heb geen compagnon. Oh. Als je dat tegen mij zegt, dan gaat die zes flikken alleen net afgeraan moeten. Ik zeg, weet je, ik kon er wel een zevende bouwen. Ja. Dank je. Had wel een grote mond, hè? Ik zeg, gewoon. Zit hem aan wat ze ja. 18, 19 of 20. En zegt hij, maar je weet niet wat dat je zegt. Man. Ik zeg, jongen, heb je gezien wat je gewoon. Ik heb buren, dat zijn broers, die steken elkaar constant neer. Hè. Ik heb mijn nonnen op school gezeten en dan komt die in zo'n buurt. Ik bedoel, weet je, ik was al blij dat ik leefde al die leeftijd. En zegt hij, maar je weet toch welke nacht dat je geboren bent? Ik zeg, tuurlijk. Woensdag. Maar ja, je kon daar natuurlijk ook niet meer lachen. Hup, werkcashot binnen. Die komt maar terug over. Zegt, wat dan serieus zijn? Ik zeg, oké, meneer, ik kan serieus zijn. Niet meer een klote spel. Nee. Ik zeg, ik ga echt niet meer een klote spelen. Antwoord geef op mijn vraag? Niet meer, niet minder. Goed. Vertel, wat is er gebeurd? Oh, veel, hè? Oh, veel, ja, vertel, hè. Ja, waarom ik hier binnen? Begin bij het begin. Dus ik pak zijn papieren en dingen zo. Je kent dat wel, hè? Iedereen heeft wel een verklaring voor het geval. Die pakt zijn bik en papier zo. Vertel. Ik zeg, bij het begin, ja. Zie je, eerst er was niks. En dan had je een zware explosie. En dan had je de planeten. En dan had je eerst de dinosaurussen. Hopla! Werk dat soort dingen. Twee woorden, die komt maar terughouden. Ga zitten, ja. Maar gasten, vertel me. Ik zeg, ja, zie wat we naar Brasco met de police. Ja. Wie heeft er eerst geslagen? Ik zeg, van de police? Of van ons? En hij zegt zo, van Olle. Ik zeg, ja, dat zal mijn moeder zijn. En die zo, mijn moeder, ja, en vertel wat hij gedaan. Ik zeg, ja, de police geeft die een klits. En daarna mijn moeder geeft die twee low kicks, naar rechts en naar links. En dan zo'n draaiende hiel, ja, maar, oké, mijn moeder kan er wel zoeken, dat is geen gewone, zeg. En zegt tegen mij, zou maar een tut lachen, of wat? Nee, meneer. Want dan zou ik veel harder lachen. En dan doe ik zo. Ik zeg tegen mij, wow, ik ga wel zelf terug. Terug cachot binnen. Maar ondertussen, ik kom die cachot binnen, ik zit daar binnen in die cachot. En er zit nog mijn kijk binnen. Oh, ja, mannen, ik mag dat zeggen. Gollum moet dat denken, dat is ook al hier. Dus ik sta er binnen en weet je, als 18-jarige, ja, vertel, hè, zegt hij, maar Kardash, ça va, Kardash? Ik zeg, ja, Kardash, ça va. Zegt, eerste keer opgepakt? Ik zeg, ja. Nog nooit contact met de politie? Ik zeg, ja. Heb je ooit aan de mat gezeten? Heb je de gevangenis al gezien? Ik zeg tegen hem, ja, met mijn makelaar van Immostad, dus ik wou er een cel kopen, maar ik zocht die met twee kamers, maar nu kon ik ze huren in Tilburg, zoals de rest. Ik zeg tegen hem, verstond je geen Nederlands? Ik zeg toch, dat is de eerste keer dat ik word opgepakt. Hij zegt tegen mij, ik ga je het systeem van een gevangenis uitleggen. Oké, ça va. Zeg tegen mij, alles is met sigaretten, hè. In een gevangenis is er geen geld, maar dat weet gewoon al. Dus zeg tegen mij, als je een telefoonkaart wilt, twee pakjes sigaretten. Wil je zes boekjes, vijf pakjes sigaretten. Wil je een cd van Tupac, dat kost dan acht pakjes sigaretten. En als je die wilt afspelen, nog eens vier. Ik denk, oh, nog eens vier, ja.
En als je 2 pakjes sigaretten wilt, kost dat nu 6 pakjes sigaretten. Ik ken het systeem, want straks is nog niet. Zwart. Dan had je zegt iemand er is. En als je wilt stoppen met roken, kost dat u al uw sigaretten. Nee? Oké. Okay. Ik zeg, Karas, maar je zit van, ja. Voor wat zit jij eigenlijk? Karas, ik was een zware dealer. Ik heb dit, ik heb dat. Je kent dat die vrouw, dat hij altijd probeert te verseren iemand. Maar die vrouw zult dat al weten. Ik heb dit, ik heb zus, ik heb zo. En uiteindelijk, die gaat bellen, die zegt, ja, mag ik bellen? Die cipier doet die politieagent doet die cel open, die gaat weg. En die zijn verklaring ligt daar. En ik ben zo aan het lezen. Ik wens mij uit te drukken in het Nederlands, bla 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 bla. Met andere woorden, die had een bak kiwi gepikt. En die komt volle fucking leugen. En die komt, oh, hoe de fuck kan dat? Die komt zo 2 uur later terug. Ik zeg, Karas, wat is er? Karas, zwaag, man. Ik zeg, Karas, zwaag. Ze zegt, Karas, mijn vriendin moet mijn borg niet betalen. En ik zeg, Karas, die zal misschien geldproblemen hebben. Karas, mijn vriendin is raak, die heeft geld, jongen. Ik zeg tegen hem zo, Karas, die zal misschien momenteel niet aan dat geld kunnen komen. Ik zeg tegen hem, Karas, die bekende mensen, weet je, die doen zo en die grok dan geld. Ik zeg tegen hem, Karas, ken ik, misschien heb je die ooit eens op tv gezien. Ik zeg, hoe noemt je? En dan zo, trok hij zijn kop om. Karas, ken je Veronique de Kok? Ik zeg, Karas, als je nog één woord zegt, denk je dat mijn baksteen dit komt maken. Ja. Echt waar, ik haat fucking leugens. Echt waar. Zeker als over mijn vriendin gewoon. Ik begin dan met die Maracan te vechten in die cel. Langs de ene kant, je weet, Maracan is met 35 thuis, hè. Ik bedoel, weet je, die in toren maar is mee, weet je, ik bedoel, vanaf morgen, die stoot er met zijn 35 voor mijn neus. De meesten denken nu, oh, mijn god, Turken zijn toch ook met veel. Wij zijn niet met 35, wij zijn met 21. Broers. En ik zeg, ik loop op die cel, ik zeg, oké, Sarah, ik ga meewerken, loop maar eruit. En zegt, ja, kom, hier dingen tekenen, verklaring tekenen. Je mag gewoon, ik zeg ook, maar gewoon, ja, aan 24 uur zijn voorbij, je moest voor een onderzoek. Ik zeg er gewoon, ik heb het er expres voor gedaan. Hè. En ik zeg, nee, ik weet dat niks, hè. Ik heb altijd mijn onderkers op school gezet, ik bedoel. Ik ben een brave gast. En ze zegt tegen mij, ja, we kunnen hier eens even tekenen, nu een verklaring. En ik zeg, ja, mag je even overlopen? Ja, natuurlijk. Ik zeg, mag je die roeien stillen? En ze zegt tegen mij, ja, hier een blauw. Ik zeg, nee, ik zou graag die roeien hebben. En die zegt, maar die roeien, waarom die roeien? Ik zeg, TT fout eruit al, hè. Zijn we ontzien zo? Fout, fout, fout. Dat is zelfs geen Nederlands. Fout. En dan zie ik zo, ik zeg, schaat met EI. Ik denk, hoe schaat er aan, maat? Zwaar. Mag dat je baten zijn. Ik ben aan baten, mijn vriendin komt me halen. Maar toen, maar nu ondertussen ex-vriendin. Die komt me halen, zwaar in paniek, zenuwachtig dit, dat. En ik zeg, ja, weet je, ja, ik dacht echt dat jullie gingen vasthouden en dit en dat. Ik zeg, maar ik bedoel niet naar maar vasthouden. Zwaar, zegt zo, en ik zeg, voor, kom je? Ja, van mijn vriendin Vanessa. Ik zeg, ja, van Vanessa, ja. Zegt zo, maar ik ben er wel mijn onderbroek even vergeten. Ik zeg, ja, haar onderbroek vergeten, Vanessa, ja. De meesten denken nu, ah, die zijn bedriegen. Mijn vriendin, ex-vriendin, die bedriegt mij niet. Weet je waarom? Omdat dat zoenen... Dikzak is maar echt, hè? Zo'n zware ferry.